zo luiden de fluisterbootschippers de opening van de Berkenruïne in. Een toeristische attractie waar, als je over de kantelen loopt, zelf een ridder of een jonkvrouw bent. Dames en heren, van harte welkom bij de Berkenruïne. Het is heel goed om te zien dat iedereen, ondanks een dreigende bui misschien, of misschien gaat wel rakelings langs ons, maar dat jullie allemaal hier gekomen zijn. De opening is nu en na de opening kan iedereen de Berkenruïne tot 1:15 bezichtigen in groepen van 10. Gidsen van de VVV Zutphen zijn aanwezig om u meer over de Berkenruïne te vertellen en te begeleiden. Laten we beginnen. Een aanval is aanstaande. Breng het veilig. Kijk uit allemaal! De Bourgondiërs komen eraan. De stoom eraan, jongens, snel! Afzuilen! Fluisterschipper, spoed u! Kom naar beneden! Maar ik kan u stellen, het zijn niet de Bourgondiërs die hier ons komen aanvallen. Het is ik, Willem van Egmond, heer van Baar. En ik ben hier met vredelievende bedoelingen op bezoek bij mijn broeder Arnold, hertog van Gelre en dus ook van Zutphen. Dank voor dit eervolle onthaal op deze prachtige plek die uitzicht biedt op waar eens het Gruithuis stond. En waar graan en lijnolie over de Berkel naar de watermolen vervoerd werden. Hier staan wij bij de waterpoort en ik ben verheugd om te zien dat die nog in zo'n uitmuntende staat verkeert. Mijn dank aan mijn medebestuursgenoten, het stadsbestuur van Zutphen, dat zij hiervoor zo goede zorg dragen. En dat ik daardoor met vertrouwen de sleutel kan overdragen van dit verdedigingswerk. Goedendag, heer Suters. Bij deze draag ik met veel vertrouwen op uw kundigheid de sleutel over van dit verdedigingswerk. En mijn hellebaardiers zullen u toegang verlenen tot dit gebouw. Mijn dank. De beste aanwezigen, maar eigenlijk zijn het natuurlijk beste burgers. Allemaal al hartelijk welkom bij deze feestelijke opening, of misschien wel heropening, van de Berkelruïne. We zijn hier bij elkaar op een stuk historie te laten herleven. Voor het eerst sinds 400 jaar zal de ruïne weer actief gebruikt kunnen worden. Wij denken en zijn ervan overtuigd dat Zutphen er een prachtige attractie bij heeft en zijn dan ook trots op onze Berkelruïne. En ik spreek er hoop uit dat jullie dat ook zijn en blijven. Ja,
Beste mensen, wat een mooi moment, nu net de Berkelruïne geopend is, om ook nog een zevende fluisterboot te water te laten. In 1996 begon een kleine groep vrijwilligers met een elektrische Giethoornse punter door Zutphen te varen. En het was een groot succes. 1500 bezoekers hadden ze al. Ik ga nu over tot het de doop houden van deze boot. En ik ga deze nieuwe schuit een behouden vaart wensen. Walburga, zo mag die heten, een behouden vaart. Het gebeuren. We knippen het door en dan moet het gebeuren. Er wordt een handje geholpen en daar, ja. Dankjewel voor deze woord. Hij gaat te water, halt.